Kijk, ik ga vandaag niet planten, want ik heb natuurlijk geen werkkleren aan. Maar als er geplant gaat worden, dan is het eigenlijk zo dat die grond, die heeft grondzuren. Nou, als je daar zo met je handen in gaat, vooral nu, dan droog je huid uit en dan krijg je kloven. Ik heb één mazzel, ik heb een vette huid, ik heb er geen last van. Maar heb je er last van? Nou, hup, smeer je eventjes je handen in, ga je planten. Dan gebeurt er helemaal niks. En je handen zijn heel makkelijk schoon te krijgen. Want gewoon met blote handen gaan werken is toch het lekkerste wat er is. Eén ding, er zit aloë in. En dan heb ik een leuk verhaal. Ik ben in Zuid-Amerika geweest en dan ging je zonnebaden. En dan kwamen op een gegeven moment die bewoners daar naar je toe. Nou ja, die zon is scherp, dus je verbrandde ook nog. En die zeiden altijd van, nou wil je dat je huid herstelt, moet je een beetje aloë opdoen. Nou, dat kocht je graag, dat smeer je erop. Dat verlichtte dat ook een beetje. Dat zou je met dit ook kunnen, er zit aloë in. Stel dat je verbrand bent en je gaat je ermee insmeren, dan voedt het ook de huid.